daar een gigantische distributeur van alles en nog wat voor allemaal partners. Ze hebben net Avnet gekocht, iemand die echt heel groot is in software licenties voor cloud oplossingen. En ze gaan nu ook naar de IoT. Ik ga even Abel Smit erover vragen. En Abel en ik hebben elkaar voor de laatste keer ontmoet in Zuid-Afrika. Hij werkte toen voor Autodesk en we hebben toen allerlei leuke dingen gedaan. Altijd bezig met de nieuwste technologie. Abel, hoe lang zit je nu bij TechData? Een half jaar ben ik bij TechData, Vincent. Ja, je hebt altijd bij Autodesk gezeten? Al die tijd, 25 jaar, meer dan 25 jaar bij Autodesk geweest. En een half jaar geleden werd ik benaderd door Victor Paradel. Die legt de hele strategie, heeft hij uitgezet voor TechData in IoT. Ja. En ik vind het fantastisch. Een nieuwe business, nieuwe oplossingen. En ik was helemaal verbaasd dat een distributeur zich nog bezighoudt met cloud licenties. Hè, maar dat is zo ingewikkeld dat daar een rol voor is. Dus je gaat van fysieke distributie naar virtueel. Wat ga jij op het gebied van IoT doen? Nou, op het gebied van IoT, wij denken dat we zeer goed in staat zijn om oplossingen aan te bieden die van end-to-end, dus van de sensor, zeg maar, tot en met de connectivity, de gateways, de cloud platforms, de analyse software, analyse services, en die aan onze klanten, zoals onze resellers en system integrators, te verkopen. Ja. Jullie hebben inderdaad bijna 100 miljard euro omzet, geloof ik, hè, en hele kleine marges. En dat moet elke keer weer vernieuwd worden. Waar focussen jullie op qua IoT-oplossingen? Voor IoT-oplossingen focussen we op onze vier verticale markten. Wij denken dat we oplossingen moeten bieden voor outcomes. Dus we gaan kijken in welke problemen in verticale markten spelen. En wat kunnen we nu doen met nieuwe technologie die we voorheen niet konden doen. Ja, noem eens een paar markten. Retail, smart spaces. Dat is niet echt een markt, maar dat is zeg maar gebouwen, gebouwbeheer, et cetera. Ja, smart city, smart building, smart parking. Ik zag hier ook parkeersensoren liggen die 5 jaar op batterijen werken met LoRa. Exact. Dus LoRa heb je ook ontdekt. LoRa hebben we ook ontdekt. Sigfox hebben we ook ontdekt. En verder manufacturing, smart manufacturing. Dan moet je denken aan predictive maintenance en predictive failure management. En logistics en transport, track and trace. What have you, en ik heb het geloof ik al genoemd, retail. Retail gaat het over asset management.